Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Super Mario 3D Land. We zijn bij Special World 6, aflevering 4, nee, leveltje 4 en weer tegen zo'n Cosmic Mario. En zoals jullie vast weten, ben ik niet zo fan van Cosmic Mario's. Ah, kijk. De eerste coin is in ieder geval binnen. Ik ging te snel. Ja, ik ging veel te snel. That was my batting. Dit soort levels moet je ook snel doen hoor, daar niet van. Alleen, ik zat... Kut. Dit levels moet je ook snel doen, alleen... Met dit soort levels is het ook fijn als je een goede springknop hebt. En dat zit er in dit geval niet in. Maar dat komt omdat ik hem één nu natuurlijk. Kut. Kleed nog, what the fuck. Oh, dat is fijn. Dat is fijn. Oh, ja. Moeilijk level! Hier is speed echt de enige tactic. Die tweede coin zit op zo'n kutplek. Dit was onhandig gespeeld van mezelf. Even scouten, oké. Okay. Oh, die gaat niet goed. Okay. Gaat nog goed. Nou, zie je niet goed, want we hebben natuurlijk een ding te weinig. Een leven te weinig, dus we mogen nu niet meer geheerd worden. En dat is voor het halen van bijvoorbeeld deze coin niet heel handig. Oh. We blijven het gewoon proberen. Dat is helemaal niet erg. We zijn hartstikke goede spelers. Kijk, we hebben alweer een coin. I do being sipping. Oké, nog een keer. Nice, nice. Lekker gespeeld, ding. Inderdaad, Mario. Wahoo is het enige goede antwoord hier. Op naar level 5. Oeh, dit is weer een Boost Castle. Minder favoriet van mij. Zeker dit soort boost castles. Nou, dan beginnen we in ieder geval fris. Dat is fijn. Altijd positieve ervan inzien. Thank you.
Kijk. Oh. Wat? Dit level, what the fuck gebeurt hier? Oh, nice, nice, nice. Ik denk ook dat ik wel al inmiddels een keer de coin ben vergeten, hoor. Ja, dat moet toch wel. We hebben nu al een groot stuk van het level gehad. Ja. Hier is wel zo'n coin. Kom op. Vermoeiend. Gaat goed, hè? Nou, pak die stieve ster. Dat was de tweede, dus ik heb er al één gemist. Wordt hier nog goed in? Oké, never mind. Nou, what the fuck? Okay. We hebben in ieder geval een hoop van die coins kunnen fixen. Oké, dat was niet handig. Gelukkig heb ik hem nog niet afgesprongen. Kijk. We moeten even op zoek naar de first coining. Want die is wel belangrijk om even te fixen. Oké, waar zou die kunnen zitten? Wacht, hier kunnen we een bank. Moet ik nog een keer doen? Hier maar even kijken zo dan.
Nice. Ja. Totally on you. Oké, okay, dit gaat verkeerd. Dit gaat verkeerd, ding. Verkeerd, ding. Zo. Kut. Hey. Leuk dat dit werkt. Nice. Die zou toch hier ergens moeten zijn dan, die coin? Ja. Daar zou ik nu al voorbij moeten zijn, voorbij de coin. Kut. Ah, nou dat klopt. Nu moet ik dit overleven. Nou, dat heb ik overleefd. Nice. Oké, nu moet ik dit zien te ontwijken allemaal. Ja. We gaan schuin. Zo, oké, nice, nice. Laat me maar vellen. Nice, oké. We got it, yeah baby, we got it. I'm your Venus, I'm your fire, I'm your desire. We hebben alle coins. Heel fijn. Yahoo indeed. ...200 coins inleveren. Nou, niet inleveren. Ik krijg ze gelukkig terug. Maar in ieder geval laten zien. Zodat wij deze skipje kunnen unlocken. Ben benieuwd hoe dit schipje dan weer in elkaar zit. Dit is side-scrollen. Dat is heel jammer. Ah, kijk eens. Hierboven is iets, volgens mij. Volgens mij hebben we dat net gemist. Kut. Oh, we gaan nu dood. Oké. Er is niks interessants daar inderdaad boven dan. Dit moeten we speedrunnen. Huh.
Zou je dat in theorie dan kunnen overslaan? Want je in mijn room is verslagen. Fuck. Ik vertrouw dat niet. Zo, nice. Wij hebben het leveltje weer gehaald. Dan kunnen we naar Special World 7. We naderen het eind. Kibooming, zou je anders zeggen. Oh nee, een trapeze level. Oh, en dat ook nog. Oh, we moeten van die bros slaan. Oh, oké, dit is niet waar ik op hoopte. Ja, het kan misschien trouwens helemaal niet zo heel kut zijn. Oh, dat was een coin. Nice. Ik zag er iets glinsteren. Ik dacht eigenlijk dat het een tijdstipje was. Dan hoop ik dat ik geen coin gemist heb. Oeh. Ik denk dat ik wel een coin gemist heb nou hoor. Ik zie daar wel één coinje liggen. Ja, zie je, ik heb één coin gemist. Hoe de ergens die tweede coin vandaan ziet daar. Het is natuurlijk, je hebt een beetje haast in dit level. En dat helpt natuurlijk helemaal niet. Maar ik wil deze nog wel even halen. Oeh, kijk, dit is fijn. Voor het latere aanzicht. Ah, dat is jammer. Kut. Hier is denk ik de coin, in dit stuk hier. Moet ik denk even rustig met die touwen gaan kijken. Kijk.
Crooked Duck. Good. Geen coin. Ah, hier is een coin. Die had ik net ook wel kunnen hebben, denk ik, als ik een beetje op had gelet. De golden al gehaald, dus we lopen even snel daarop en dan hebben wij de 3 coins in dit level ook bemachtigd en ik ben zo trots op ons, oh mijn god. Zo, dan wil ik jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog en zie je heel erg bij de volgende aflevering van Super Mario 3D Land. Adios amigos!